Visser, welk rapportcijfer krijg ik op deze studiodag 4 voor mijn gitaarspel vandaag? Nou. Hey lieve vlogkijkers, leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe vlog. Het wemelt momenteel van de deadlines in de agenda van Simon en van mij. Oktober begint de theatertour. We moeten heel goed weten wat we tijdens die voorstelling gaan doen. Daarvoor moet het album af zijn. Ja, om dat album af te maken heb je natuurlijk melodie en teksten nodig. Nou, die melodie en teksten zijn er nu. En we kunnen dus beginnen aan het volgende stadium. Namelijk iets wat heel leuk is. De studio induiken met waanzinnig goede muzikanten. Dat hebben we deze week gedaan. En wat ook gaaf is, het festivalseizoen is weer begonnen. Dat allemaal en meer in de vlog van deze week. Navigate to Whistleord Studios. Nou, ik liep het wel even in. Ik dacht dat het even heel cool zou zijn als ik dit zou inspreken. Maar ik ga dus naar de, niet naar de Whistleord Studios, maar naar Whistleord. Let's go. Het traject van het maken van een album bestaat uit verschillende stadia. Allereerst werk je aan, in ons geval vaak eerst melodie, dan de tekst. Maar meestal ontstaat er een soort basis in de vorm van een akkoordenschema of iets dergelijks waarop een tekst wordt gemaakt. En als die melodie en tekst af zijn, ga je de studio in. Daar zijn we dus nu aangekomen. Wordt er dus de muziek opgenomen. Dan begint het inzingen. Dat is echt, dan moeten Simon en ik zwaar aan de bak. Daarna wordt er gemixt. Dus worden al die verschillende baspartijen, drumpartijen, zangpartijen afgesteld en goed in verhouding met elkaar gezet. Gemasterd en dan is het klaar. En dan begint daarna het hele promotietraject. Nu zijn we dus aangekomen bij het inspelen. Dus als het goed is, als wij straks in de studio komen, zijn onze bandleden aanwezig. En hebben ze er heel veel zin in. Een goede humeur en hun instrumenten meegenomen. En kunnen we van start. Het is wel grappig, dit is dus in de Whistleord Studios in Hilversum. Ik denk wel de bekendste studio van Nederland, met een hele rijke historie. En daar zullen wij de komende periode vertoeven om het album aangenaam op te nemen. Dus ik zal af en toe daar gewoon een stukje van delen met jullie. De ene keer zal het interessanter zijn dan de andere keer. Maar dit is dus wat wij doen de hele dag. Het was eigenlijk meer een beetje soundchecken vandaag en alle instellingen checken zodat elk bandlid gelukkig is met wat hij hoort. Als dat eenmaal goed is, dan kan het heel snel gaan. Dan knallen ze vaak met al hun muzikale bagage, professionaliteit, die nummers er één voor één op. Hoor jij verschillen met de vorige albums tot nu toe? Tot nu toe? Ja. Ja, zeker. En in welk opzicht? Wat valt je op? Nou, ik vind het wel meer een band. Ja, we bedenken met z'n allen. Dus het, of tenminste, we zitten met z'n allen bij elkaar en we denken erover na. Dus het is toch meer een groepsproces. Ja, het wordt allemaal tegelijk opgenomen. Dat is best bijzonder. Want in deze tijd worden vaak instrumenten één voor één opgenomen, apart van elkaar. Thuis bijvoorbeeld. Ja. We doen heel veel thuis. Maar nu kan je er met z'n allen over nadenken. En dat hoor je toch terug, vind ik. Veel gezelliger ook. Veel gezelliger ook. Dat zeker. Ik proost op elke dag, waarop ik proosten mag. Proost. Cheers. Cheers. Inspiratie is ook belangrijk bij opnames. Hè? En alles is top geregeld. Kijk. Superband. De jongens zijn te gek, zijn heel muzikaal. Wat veel mensen denken van, oh ja. Maar Nick en Simon zijn echt muzikale gasten. En het eten is te gek, catering goed, goede geluids, alles is prima geregeld. Ja, dat tikken we zelf af, Martin. Hoeveel? €50, toch? Dat is goed. Oké, wel. Thanks. Yo. Studio, dag 3. Oh, dan gaan we bijna alweer een nummer weg. We zijn nu toegekomen aan het nummer Leg me uit wat liefde is. Dat is een scoop. Ah, sorry.
Mag jij niet weten. Dat is van mijn vlog. Oké. Leg maar uit wat liefde is dus. Leg maar uit wat liefde is. Klaar? Nee, geen idee. Meiskoek. Die gaan we nu met de band opnemen dus. Ja, deze dag 3 is best wel bijzonder, want het lijkt er sterk op dat we aan het inlopen zijn op het schema. En dat komt ook door producer Cor en Grootheden, maar ik denk ook omdat de band gewoon goed voorbereid was. Dus die hebben de liedjes er echt gewoon heel goed in zitten en we vliegen er echt doorheen. We hebben hele goede, gave takes nu van een hele hoop nummers. En dat is echt wel een luxe als je nog wat extra ruimte hebt om nog... Ja, wat verder op details straks in te zoomen en puntjes op die te zetten. Dus staat hier een hele blij jongen. Gordon, ja. Dag 3 van de bandopnames. Ja. Wat is je indruk? Wat is de status quo? Het gaat als een speer. Ja, maar we lopen, ik heb het idee dus dat we voor op schema lopen, klopt dat? Nee. Dat ik had het een beetje te vroeg gejuicht, sorry daarvoor. Maar zo allemaal tegelijk opnemen met muzikanten, het wordt gewoon niet veel meer gedaan volgens mij. Jawel. Ja, het wordt oké. Ik ben echt lekker op de hoogte, hè? Merk je dat? Maar je kan niet separaat dingen repareren zo. Jawel. Maar dat kan dus wel. Ik sla echt, ik ben slecht interview, merk je dat? Ja. Wauw. Helemaal niet op de hoogte. Ik ben een slechte. Weet niks van mijn vak. Maar het is wel lekker werk in ieder geval, dat vind dit ik wel. Dit vind ik te gek. Ik is aan het filmen. Dat is wel catchy, hè? Oh, sorry. Doordat ik de deur open deed, is deze take mislukt. Sorry. Dag 4 van de bandopname van het album Aangenaam. Wij gaan iets leuks doen, want we gaan een nummer opnemen op een best wel in deze tijd onorthodoxe manier. Dus we gaan allemaal zonder koptelefoons rondom een mic zitten. En dan in één keer proberen een liedje goed op te krijgen. Dus dan mag ik echt geen één foutje maken. Ik speel gitaar op het nummer. En dat moet allemaal in één keer goed. Dus ik ben gewoon wel een beetje zenuwachtig eigenlijk, eerlijk gezegd. Is er welk rapportcijfer krijg ik op deze studio dag 4 voor mijn gitaarspel van dit? Nou... Daar kan ik gewoon niet omheen. Dat is wel gewoon een 8, hè? Ja, kijk. Hoor je dat? Huppakee, bam, binnen. De telefoon stond roodgloeiend. Ik heb klachtenbrieven ontvangen. De commentsectie die explodeerde zowat van mensen die het niet meer konden afwachten. Die slapeloze nachten hadden. Die nog maar aan één ding konden denken. Hoe is het met de bananen? Het is nu tijd voor Lifehack deel 2. Lifehacks! Ja, hoe is het afgelopen? Kijk, het is nu tijd om die deur open te maken. Een paar dagen later, nadat ik dus de ene banaan aan de bovenkant had ingewikkeld in plastic folie en de andere niet. Dan zie je hier het resultaat. Ja, het werkt dus gewoon. Kijk, er is dus, het zit zo, de banaan die dus behandeld is met de plastic folie, daar is het ethyleengas beter in blijven zitten. En die is nog een stuk verser dan de andere. Deze lifehack krijgt van mij 5 sterren. Vandaag mogen we optreden op een festival, Breda Live. Zin in. Ben je nu ook vlogger? Is dit een vlog? Nu wel, in mijn vlog. Waza, ja top man, top. Ik ben blij dat je ook aan deze game gestapt bent. Want ik mis kwaliteit. Ja, wel hè. Wat je soms niet moet doen, dat ken jij vast wel. Dat je dan tijdens een couplet of tijdens als je ergens mee bezig bent, mogelijk in de ogen van die mensen kijkt. Niet doen. Dan vergeet je tekst. Was leuk. Hey, veel festivals deze zomer, jullie? Ik heb geen idee. Wil je het echt weten? Dat je voor Top Willem bellen? Ja. De boeken. Dat is het. Op de site. Ja, en die kunnen ook snel data doorgeven. Als je een bewijs wil, dan moet je gewoon even laten weten. Ja, lekker man. Je leeft met de dag. Hou ik van. Top. Hey, thanks. Fijne dag.
Zo leuk is het in Breda! Sinds een week of 13 zijn Simon en ik elke woensdag en vrijdag een vlog op ons YouTube-kanaal aan het zetten. En dat hebben jullie allemaal al gezien natuurlijk. Toch? Zeker. En we leggen ons leven vast. De hoogtepunt in ons leven. En jullie horen bij de hoogtepunt in ons leven. Het was echt heel fijn, heel heerlijk spelen met deze mensen. Beetje buiten adem zoals je merkt. Alles gegeven, zoals het hoort. Dus dan kan ik blij zijn, ik hoop dat Breda ook blij is. Oh, trouwens, als je hier bij was, laat even in de comments weten hoe je het optreden vond hier in Breda Live. Aan het einde van mijn vlogs vraag ik jullie vaak om mijn Spotify playlist te volgen. Naast natuurlijk om te abonneren op ons YouTube kanaal, wat het allerbelangrijkste is in dit leven. Maar over die Spotify-playlist, daar staan nummers in die wij gebruiken in onze vlogs. Nummers die ik zelf gewoon heel tof vind. En hij wordt elke week geüpdate. Deze week staat er een heel leuk liedje in. Het lijkt me leuk om daar een stukje van te spelen voor jullie. Het is een singer-songwriter liedje. Van Jamie Lawson. It was only a smile. But my heart, it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. Well, I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Spend the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. Dat nummer dus deze week in mijn Spotify playlist. Volgen dus. Dat was de vlog alweer voor deze week. Zoals ik al eerder zei, prioriteit nummer 1 op dit moment voor jou is je abonneren op ons YouTube kanaal. En ja, volg de Spotify playlist natuurlijk voor onder andere het mooie liedje van Jamie Lawson met Wasn't Expecting That. En de nummers die je in deze vlog voorbij hoorde komen. En like is altijd leuk, hè? Tot volgende week weer. Hoi!